bereiden nu ons voor Wefsa in België. Dus in januari is dat. En dan hebben we een wedstrijd tegen Italië en tegen Frankrijk. De Wefsa is een 8-landentoernooi met de landen uit West-Europa onder de 18. Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Portugal, Zwitserland en Italië. Nu is het ook zo dat de winnaar van de Wefsa een ticket voor het EK verdient. En de nummers 2 tot en met 6 mogen nog meedoen aan een tweede kwalificatieronde. En de nummer 7 niet meer. We hebben tegen dezelfde landen hebben we gezien in maart tegen een aantal gespeeld. We merkten later in de zomer dat we stappen hebben gezet, bijvoorbeeld ten opzichte van België. Nu is het ook de vraag wat zij de afgelopen maanden hebben gedaan. Dus in die zin is het moeilijk te zeggen. Maar het doel is een plek in de finale. Jong Oranje is natuurlijk wel een niveautje hoger en daarvan leren wij heel veel. Dus dat maakt het extra leuk. We hebben gespeeld om te winnen, ook al is de tegenstander beter. Gedurende de wedstrijd wisten we ons steeds meer aan te passen aan het niveau. Het is natuurlijk een niveau hoger dan ons, dus je leert ook wel veel. En je kunt veel uitproberen ook in de wedstrijd, dus het is wel leuk om te spelen tegen Jong. Het is een hele leuke groep die met veel karakter, persoonlijkheid, felheid, gedrevenheid, leergierigheid. Dus heerlijk om mee te werken. We hebben echt een gezellig team. Ja, we zijn heel dicht bij elkaar. Ja, ik denk dat als het team nog steeds meer naar elkaar toe zijn gegroeid. En ze hebben ook nog meer stapjes gemaakt. Dus ons niveau is nu ook weer wat hoger. Dus ik denk dat we nu wel weer een goede kans maken.